En vicepresident Ronnie Brunswijk heeft gisteren in de Nationale Assemblée gezegd dat een aantal mijnbouwrechten die zijn uitgegeven door de vorige regering niet in de haak zijn. Volgens hem heeft de toenmalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akinboto, via ongebruikelijke procedures onder meer goudconcessies verstrekt. De vicepresident benadrukt dat er op verschillende momenten uitverkoop is geweest van de concessies. Ik heb een lijst hier waar iemand een mijnbouwrecht op 9 juli 2020 heeft gehad, mijnbouwrecht heeft gehad. Want wanneer je dat krijgt, dan moet je eerst een aanvraag hebben ingediend. Dan tot mijn verbazing is die aanvraag of die indiening geschiet pas in augustus. 9 augustus, 31 dagen nadat die persoon zijn mijnbouwrecht heeft al gehad, meneer de voorzitter. En dat gaat over GMD-nummer 783/20. Als ik verder kijk naar die lijst, meneer de voorzitter, dan kan ik mijn ogen niet geloven dat ook in dezelfde trend iemand krijgt een mijnbouwrecht in januari, 21 januari, en hij dient in pas in 14 februari 2020. Dat betekent dan, kan ik hieruit constateren dat men wilde antidateren en niet goed heeft gekeken en dat men natuurlijk deze fouten gaat maken. Dan hebben we ook, dat is 24 dagen later nadat hij zijn rechten heeft gehad, meneer de voorzitter, dient hij pas in. Akinboto, die nu parlementariër is, heeft de beschuldigingen tegengesproken. De volksvertegenwoordiger zegt dat Brunswijk een verkeerde indruk wekt met de mededelingen over de concessierechten. Volgens Akinboto had de vorige regering een bepaalde denkwijze met betrekking tot het verlenen van mijnbouwrechten. Er was de ratio erachter, er was het denken erachter. En natuurlijk in benadering probeer je zaken op een correcte manier aan te pakken. Voorzitter, het digitale platform voor het aanvragen van concessie mijnbouwrechten is onder mijn leiding als gewezen minister gebouwd. Dus ik zou wel een domme dief zijn om een digitale transparant systeem neer te zetten om daaruit te stelen. Het is bewust gedaan omdat je een stukje transparantie wilde bevorderen, voor flexibiliteit wilde bevorderen. Voorzitter, dat zijn zaken die ik zo in een lijstje heb vastgesteld, voorzitter. En als deze regering een mening toegedaan dat ze ander beleid willen voeren met betrekking tot uitgitten van concessie, dan moet u maar intrekken. Dan moet u de concessies intrekken en ervoor zorgen dat dingen op een andere wijze worden aangepakt. Voorzitter, het gaat niet om de veelheid van de gegeven concessie, maar het gaat om het toezien dat daadwerkelijk de exploratieprogramma's worden uitgevoerd om te komen tot operaties, omdat wij die mijnbouwsector aan de goede basis kunnen gebruiken voor het financieren van onze ontwikkelingsdoelstellingen. Voorzitter, het is aangegeven dat er laat concessiesaanvragen werden ingediend. Als u mij vraagt, was het bedoeling dat je thuis in je woonkamer met een druk op een knop een concessieaanvraag kon indienen. Ik beveel de vicepresident op reis te gaan om te kijken hoe het ergens in de wereld gebruikt. Dat je in Canada niet eens naar kantoor moet gaan om concessie in te dienen. Maar dat je in je woonkamer zit en een concessieaanvraag indient. Dat is de richting waar ik naartoe wilde gaan met die acties die zijn ondernomen. Met betrekking tot antidatering, en ik vind het jammer dat dingen zonder te verifiëren in een stramien van corruptie worden getrokken. Er is nooit sprake geweest van antidateren. Het digitale platform laat nooit toestemming daartoe, de mogelijkheid daartoe. Wat er is gebeurd, is dat de verwerking van de aanvragen later hebben plaatsgevonden dan de goedkeuring. Dat was dus Sergio Akinboto gisteren tijdens de DNA-vergadering. Hij heeft beweringen van vicepresident Brunswijk dat de mijnbouwrechten op ongebruikelijke wijze zijn uitgegeven tijdens de vorige regering tegengesproken.